Els, heel erg hartelijk welkom. Els, en met jou heet ik ook Anja welkom. Heel erg fijn dat je er bent voor ons. Dank je wel. Goedemiddag. Voor wie is een cursus in wonderen helemaal nieuw? Oké. Ja. Nou, er zullen momenten zijn dat je denkt, wellicht, wat zit die vrouw uit haar nek te kletsen? Wat een onzin vertelt ze nu? En dat herken ik wel, dat dacht ik in het begin ook, als mensen mij dat vertelden. Ik zou je ook willen zeggen, geloof mij niet. Alles wat ik zeg en het doet iets bij je of het resoneert bij je, neem dat mee naar binnen, naar de plek in je hart. Niet in je mentale, maar in je hart. Het geluid staat wat te galmen. Oké, dat is de akoestiek. Kan ik meteen vergeven dan, ja? Ja, neem het mee in je hart en stel die vraag daar in je hart. Hoe is dat voor mij? En dan nodig ik je uit om naar dat antwoord te luisteren. En het kan zijn dat dat antwoord dat je denkt, oh fijn, ik herken het. En het kan ook zijn dat je denkt, wat heb ik nou mijn fiets hangen? Hè? En je mag er wat van vinden en het hoeft niet. Het scheelt als je niks van de dingen vindt. Ja? Dus wat? Hoe zou je leven zijn als je alles wat er is gebeurd tot op de dag van vandaag en alles wat er vandaag speelt tot op dit moment nu, niet naar de toekomst, maar tot op dit moment nu, als je daar gewoon ja tegen zou zeggen. Ja, zo is het gegaan. Ja, dit heb ik erover gevoeld. Ja, ik kan er niks aan veranderen. Het verleden kan ik niet veranderen. Ja, dit is het tot op het moment van nu. Wat zou er gebeuren als je weerstandsloos, ja zou zeggen? Nu. Dat betekent niet dat je wat er gebeurd is weer moet laten gebeuren. Dat betekent niet dat je je weer in dezelfde situatie moet brengen. Maar wat zou er gebeuren als je gewoon ja zou zeggen? Ja, dit is het. Dit is het nu. Weerstandsloos. Eti heeft een vraag. Even op de microfoon wachten. Of een opmerking. Anders wordt het onontje. Nee, eigenlijk wil ik zeggen, dan vermoed ik dat ik echt vrede heb. Als ik ja zeg tegen dat wat er nog is. Ja. En ik heb het gevoel dat ik op het strafbankje wil. Om me te schonen. Oké. Okay. Goed. Dus ik hoor hier Eti zeggen, als ik werkelijk ja zou zeggen, dan vermoed ik dat ik vrede zou ervaren. En je zei iets over een strafbankje. Ik zou niet weten wat het is. Nee. Dat is projectie. Ja? Dat is een projectie. Ja? Er is een strafbankje in deze zaal. Ja. En jij zegt dat het is. Ja. 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 Ja, dus misschien kun je dat nog eens in de microfoon zeggen, zodat iedereen het kan horen. Ja, dan weet ik niet wat ik gezegd heb, maar ik ga naar de Jan. Je zegt, voor jou voelt het als een strafbankje. Vanuit het kind wat wil scholen, voelt dit als Eti moet op het strafbankje. Want daar heb ik heel veel op gezeten. Omdat ik een best ondeugend kind was. Maar het zit veel dieper. En waarom zou je er nu op willen gaan zitten? Omdat het nu speelt. Er speelt nu een issue? Er speelt een issue. Oké. Okay. Ik kom zo bij je terug. Is goed. Ja? Mag ik hem ja zeggen tegen dat het is zoals het is. Tot op het moment van nu. De dingen nemen zoals ze zijn, dat zou je ook een soort van vergeven kunnen noemen. En je zou het zelfs op twee niveaus kunnen plaatsen. Als je op eenheidsniveau de dingen neemt zoals ze zijn,
dan zeg je in feite ja tegen dat wat je in essentie bent. Je zegt ja tegen heelheid. Je zegt ja tegen het feit dat er alleen maar eenheid is. Je zegt ja tegen het feit dat er alleen maar liefde is. En als je je daarvan laat doordringen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat allemaal wegvalt. En dat je die ervaring hebt die daarbij hoort. Maar vanochtend zei iemand tegen me, ja, hey, de wereld is een illusie. Maar 99,9% van de tijd zit ik in die illusiewereld te denken dat het waar is. Oké, laten we afdalen naar de illusiewereld waarvan we denken dat die waar is. Stel dat je in die illusiewereld ja zou zeggen tegen dat wat er op je bord ligt. Nu, niet meer. Niet wat er morgen nog opkomt. Maar, hè, want dat weet je helemaal niet. Maar dat je gewoon ja zegt tegen dat wat er is. Gewoon 1 keer 100% ja. Niet als goedkeuring. Niet als uitnodiging het weer te doen. Maar gewoon als constatering. Zoals we ook kunnen constateren. Dit is de temperatuur nu. De zon schijnt. Ja. Dan kan ik er wat van vinden. Maar ik kan ook constateren dat het is zoals het is. En dan haal je je puntenzakje tevoorschijn. Als je dat ja gezegd hebt. En dan zet je daar een grote punt achter. Niet een komma, maar gewoon het puntenzakje, altijd handig, punt. Ja, punt. Voel je wat het met je doet? Voel je hoe verhalen stoppen? Voel je hoe, als je dat moment waarop je die punt zet, eens groot laat worden? Nog groter. Voel je hoeveel stilte daarin zit. Hoeveel ruimte. Hoeveel vrijheid. En in dat verband zou je ook kunnen zeggen dat ja zeggen tegen dat wat er is, dat vergeven is. Het is vergeven van de vergissingen die ik heb bedacht en ergens opgeplakt heb. Of op mezelf of op anderen. Eigenlijk. Een punt is net zoiets als het nagelschaartje. Je knipt het af en je stopt met het verdere verhaal. En dan komt het volgende moment. Wat doe je dan? In die stilte ben ik vaak helderder. Ik ben rustiger. Ik ben vrediger. En als ik vanuit die stilte een volgende stap kan maken, is dat een hele andere stap. Dan weer wanneer het een stap is vanuit nee, ik wil dat niet, het moet anders, enzovoorts. Is dit voelbaar? Ja. Dus wat als je elke dag, elk moment dat je eraan denkt. Ik heb trouwens, jaren geleden heb ik ja-stickers in mijn schoenen geplakt. Ik liep daarop, ja, links, rechts, en ik liep. Niemand wist het behalve ik. Ja, 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 ja. En die dingen zaten goed vast. Die hebben daar lang in gezeten. Ik raad het je aan. Want 's ochtends doe je die schoenen aan. En dan zie je ze. En dan denk je, oh, oké, ja. Ja. Dat is, als je, want wat zegt de cursus? De cursus zegt, God vergeeft niet, want God maakt geen zonde waar. God ziet geen zonde. In eenheid is geen zonde. In eenheid is alleen maar onschuld. Dus om aan vergevingsdingen toe te komen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, nou ja, ik hoef allemaal niet te vergeven, want het is toch allemaal illusie. Ja, vergeef het wel. Ja, waarom? Ja, omdat jij de vergissing hebt gemaakt. Omdat jij in de war bent. Omdat jij iemand iets aanrekent. En ik beloof je, wat je anderen aanrekent, reken je jezelf ook aan. Daarin delen we altijd rijkelijk. Goed, laten we eens kijken. Kom maar zitten. Prima. Wat heb je gedronken? Ja, graag. Water. Wat zeg je? Dank je, schat.
Hallo Els. Ik ben heel erg me bewust dat ik echt alles zelf gemaakt heb. Dat is nu de laatste tijd wel heel duidelijk. Ik kan niemand of niets meer de schuld geven. Maar ik wil het niet altijd. En, en wie geef je dan wel de schuld? Hoor je? Ik ben me heel bewust dat ik alles zelf gemaakt heb. Ik kan niemand meer de schuld geven. Dan hoor ik... Dat ik mezelf de schuld geef. Juist. Dus ja. Ik kan wel iemand de schuld geven, namelijk... Ja, dat mezelf. Was... Ja, ik geef mezelf de schuld. Ik geef mezelf de schuld van alles wat niet prettig voelt. En, kun je in de microfoon praten? Dat is zo moeilijk. Nee? Nu? Herinner me maar weer, hè? Dat is net als het leven. Ik ben het steeds vergeten. Herinner me dit. Ben je boos, Edie? Of ik boos ben? Is er iets waar je boos op bent? Nou, toen ik het spelletje nog speelde dat anderen de schuld kregen, was ik op anderen boos. Maar ik denk dat ik nu toch nog wel een beetje boos ben op mezelf, dat ik zo lang dit meegesleept heb. Dat is waar. Waar gaat het om? Het gaat erom dat ik ben heel erg bezig met vanaf de basis. Mijn onveiligheidsgevoel, waar ik me op een gegeven moment van realiseerde, dat ik daarop leefde. Op een onveilig iets. En dat de ene keer was dat sterker dan de andere keer. En ik heb een heleboel is afgevloeid door vergeving. Maar vandaag kreeg ik de les. En die werd zo heftig in mij. En het is heel bijzonder. Ik wist niet dat het over vergeven zou gaan bij jou. Nu ben ik er weer uit, hè? Nou moet ik jullie zeggen. Ik wil mijzelf ten opzichte van jou vergeven. Onveiligheid is mijn thema. En ik kan een heel verhaal houden, maar dat begrijpen jullie wel. Dat daar ergens begint. Althans, mij is het helder. Maar... door deze les dacht ik, Jezus, hey Els, daar voel ik me nog onveilig bij. Ik heb me de jaren niet onveilig bij gevoeld, totdat er iets in mijn leven gebeurde waar zij niet van weet wat dat, of wel, dat weet ik ook niet. Waardoor ik me onveilig ben gaan voelen. En vandaag kwam dat door deze les heel duidelijk tot mij. Ik ben dus gewoon, ik vind Els een ongelooflijk leuk geestig mens. Ik kan er echt om lachen. Maar ik voel me er van tijd tot tijd niet veilig bij. Nou, dan kan ik teruggaan. Dit is mijn thema. En dan wil ik in het kort zeggen van... ik ben ongelooflijk op mijn hoede dat als het fijn is... dat er uiteindelijk toch een klauw komt. En ik heb me dat ook verbeeld bij jou... En vandaag wil ik je dat zeggen. Waarvan akte? That's it. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. Mag ik je nu een zoen geven? Ja, dat mag. Nee, als er nog iets is wat je wil zeggen, dan ga je gang. Op dit moment denk ik dat het geen verhaal hoeft te worden. Jullie zitten niet op mijn verhaal te wachten en ik heb kleur bekend. En nu is het voorbij. Dankjewel. Oorlog is iets wat zich in onszelf afspeelt. Voor oorlog heb je één persoon nodig. En voor vrede ook. Altijd. Ik kan oorlog met de hele wereld maken. Ik hoef de wereld niet eens op te zoeken. Ik kan in mijn bed liggen. En ik kan oorlog maken. En ik kan ook in mijn bed liggen en vrede maken met de hele wereld. Het heeft niks met de wereld te maken. Het heeft alles met mij te maken. Wat gebeurt er in mij? Wat projecteer ik op anderen? Wat projecteer ik op mezelf? Is het
Ben je schuldig als je bang bent? Nee, natuurlijk niet. Je bent niet schuldig, daar gaat het helemaal niet om. De cursus zou zeggen, schuld bestaat helemaal niet. En dat is ook zo, het bestaat niet. Ja. Maar me schuldig voelen is een andere ervaring dan me niet schuldig voelen. Dus als er een gevoel van schuld is, of als er angst is, dan zou je kunnen kijken, wat is het dan waar ik bang voor ben? Wat zijn mijn projecties op die andere? Wat zijn nou mijn... Laatst zei ik tegen iemand, als je het verhaal van je leven vertelt, of dat ene verhaal waar je dol op bent, hè? Je weet wel, dat ene verhaal, hè? Ja, je weet welk verhaal ik bedoel. Als je dat verhaal vertelt in geuren en kleuren, je zou het op kunnen schrijven. Schrijf het een keer in geuren en kleuren op. En wat je daarna doet, is dat je alles doorstreept wat niet een feit is. Ja, dus elk woord waar een inkleuring bij hoort, elk woord wat subjectief is, wat niet een feit is, als je dat doorstreept en je houdt de feiten over, dan bestaat een levensbeschrijving ongeveer uit, ik heb een moeder en ik heb een vader, ik werd geboren en ik ging dood. Dat is ongeveer het verhaal van ons leven wat overblijft. Misschien zit er nog tussen, ik trouwde wel of ik trouwde niet, of ik ging scheiden, of ik had kinderen, of ik had een hond. En al die andere verhalen die daartussen zitten, het zijn verzinsels. Betekent het dat we daarom nooit pijn hebben? Nee, dat betekent niet. Ik hoorde een keer iemand die zei, wij hadden een hele verlichte leraar. En die zei, alles is illusie, alles is illusie. En toen ging zijn zoon dood. En die man zat te huilen. En toen zei die leerling, hé, maar wat zit jij nou te huilen? Alles is toch illusie? Ja, zegt hij, maar mijn zoon, dat was mijn liefste illusie. Ja? Dus het is gewoon helemaal, het is heerlijk om liefste illusies te hebben. Als we er niet aan hechten. Het is heerlijk om verhalen te vertellen. Als we niet denken dat ze waar zijn. Verhalen zijn zo leuk. Maar als je verhalen vertelt waarmee je jezelf laat leiden, ja, dan zou je eens kunnen heroverwegen. Wil ik verder gaan met die verhalen? Of wil ik het opschrijven? Wil ik alles doorstrepen wat niet feitelijk is? En misschien dat verhaal dan nog wel vertellen. Dat kan dan klinken als ik ging trouwen en ik ging scheiden. Ja? 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 Goed. Zijn er vragen? Opmerkingen? Ja, Ans. Het verleden kan je niet veranderen. Dat is mij heel duidelijk. En waar ik toch een beetje... Jij weet dat mijn dochter is overleden. En ik zie mijn kleinkinderen niet meer, omdat mijn schoonzoon, waar Christa niet meer mee getrouwd was, die is mijn verleden niet vergeten. En daarom mag ik mijn kleinkinderen niet zien. En dat is, vind ik toch een beetje lastig. Ik ga de strijd niet aan. Behalve in je hoofd? Nee hoor, valt reuze mee. Wat is er dan lastig aan? Ik wil zo graag mijn kleinkinderen zien, de kinderen van mijn dochter. Heb je het gevraagd? Ja. En wat was het antwoord? Ik ben jouw verleden niet vergeten. Ja, dat kan. Kun jij jouw verleden vergeten? Ja hoor. Kun jij het verleden met je schoonzoon vergeten? Ja hoor. Ik zou nu weten wat er gebeurd is. Ja, weet je... Je zit in een ding van een ander, hè? Jij zit in een ding van een ander, ja. En een ander zit misschien ook in jouw ding. Maar jij zit in elk geval in het ding van een ander. Hij zit misschien in jouw verhaal, maar jij zit ook in je eigen verhaal over oma's horen hun kleinkinderen te zien. En ik zeg niet dat het fijn is om ze niet te zien. Maar kun jij het nu laten regenen? Nee. Nee. Kun jij ons dingen laten doen die wij niet willen? Zeg nog eens. Kun je... Ik hoop dat ik ja kan zeggen. Kun jij ons dingen laten doen die wij niet willen, die we echt niet willen?
Nee. Nou, dat geldt voor je schoonzoon ook. Je kunt hem geen dingen laten doen die hij echt niet wil. Zoals mensen jou ook geen dingen kunnen laten doen die jij echt niet wil. Ja, maar dan blijft het toch moeilijk om het erbij neer te leggen. Ja, hou je van die kinderen? Ja. Oké. Ja. Ontmoet ze in je hart. Ja. Dat is wat liefde doet. Ja. Liefde wacht. Weet je waarom ik net even een heel klein blackoutje had? Het is vandaag 2 juni. En mijn schoonzoon is jarig. Ja. Vanochtend stond ik op en toen dacht ik eraan. Heb je hem gefeliciteerd? Ja, ik heb hem een appje gestuurd en hij heeft ook daar een antwoord op gegeven. Okay. Maar ik heb niet gevraagd van, goh, wanneer mag ik weer eens met mijn kleinkinderen? Dat zou ik ook nooit zo vragen. Nee. Ik zou altijd vragen, ik zou altijd zeggen, ik zou het fijn vinden als ik de kleinkinderen mag zien. Sta je daarvoor open? Ja hoor. Want als ik de vraag zou krijgen, wanneer mag ik de kleinkinderen weer eens zien in zo'n situatie? Dan zou ik denken, god, die vrouw die komt met een kartelmes tussen de tanden aanzetten. Wil je nog een keer zeggen wat je net zei? Ik zou zeggen, ik zou graag de kleinkinderen een keer zien. Sta je daarvoor open? Ja, oké, ga ik doen. Ja? Kunnen we, als we dit soort dingen vragen, kunnen we die vragen vanuit een soort non-aanvalsverdrag? Ja? Vanuit weerstandsloosheid, vanuit een verdedigingsloze houding. Alle brieven die je schrijft, alle vragen die je stelt, alle opmerkingen die je maakt, kun je die maken vanuit een verdedigingsloze houding? Want in een verdediging zit een aanval. Maar als ik me aangevallen voel, dan zie ik vaak dat ik terugsla. Dus voordat ik zoiets vraag, zou ik kunnen zeggen, ik ben bereid om te vergeven dat hij doet wat hij doet. Als jij in zijn schoenen zou staan, en je zou dat weten wat hij weet, zou het kunnen dat je ook zegt, ik ben jouw verleden niet vergeten? Nee. Weet je het zeker? Ja. Als jij in zijn schoenen zou staan met zijn kennis? Het is een beetje lastig om in zijn schoenen te staan. Nou, je hebt me net uitgelegd wat hij allemaal denkt en hoort en zegt en voelt. Dus je doet het regel. Je zegt, dat is de reden waarom hij het allemaal niet doet. We weten het niet, hè? We weten het gewoon niet. Hij heeft gewoon ook zo gezegd. En ja, natuurlijk. Zeg jij wel eens dingen die niet waar zijn? En dan krijgen we een rare discussie. Ja. Ja, wij zeggen zoveel dingen. En soms zeggen we dingen, we weten niet eens wat we zeggen. En dan zeggen we, dat is ons motief. En weet je? Wil je hier komen? Om iets te doen? Om iets te doen? Ja? Om iets neer te zetten? Ja. Oké. Neem de microfoon maar mee. Oh, ik ben op mijn blote voeten. Wat is het wat je het liefste wilt als het gaat over jou en je kleinkinderen? Wat zou je het liefste willen? Weer huppelen door Zutphen. Wat bedoel je? En zwemmen. Zwemmen met de kleinkinderen. Ja. En als je kijkt naar de relatie, hè, los van dat je gaat zwemmen, hoe zou je willen dat de relatie emotioneel was tussen jou en de kleinkinderen? Die is leuk. Nee, maar hoe zou je willen dat die was? Ja, die is leuk. Ja, ik zag ze 3 keer in de week en ik bracht ze naar bed en ik zong liedjes. Ja. En ineens was het afgelopen. Hoe lang heb je ze niet gezien? 1 week voordat het 1 jaar geleden was dat hun moeder is overleden. Oké. En toen had ik aan Danny gevraagd van, ik wil zo graag met de jongens naar het Afrika Museum. Want ik was net uit Afrika gekomen. En toen zei hij, nee Ans, dat wil ik niet. Maar ze mogen wel een dagje naar Zutphen. Ja. En ik vond het een godsgeschenk. Ja, ja, echt waar. En dat was een week voor 11 maart. Ja. En dat is de laatste keer dat je ze gezien dan hebt? Heb ik, ja.
Je bent naar Zutphen geweest. De kinderen zijn naar Zutphen gekomen. Okay. Okay. Daar woon ik. Oké. Okay. En dat is een dit jaar 11 maart? Ja. Oké. Okay. En nu zie je ze niet meer? Want nee. Hij zegt, ik ben je verleden niet vergeten. Nee. Oké. Okay. Hoe heet hij? Danny. Oké, okay. Wil je komen voor Danny? Ja? Waar is Anja? Anja, wil jij komen? Ga maar even op de stoel zitten, anders. Ja, als je wilt zitten. Ja, dit zijn zo'n huistuin- en keukendingen. Hè? Dit komt zo vaak voor, dit komt zoveel voor. Ja? Ouders die hun kinderen niet zien, kinderen die hun ouders niet zien omdat er klachten zijn over en weer. Grootouders die hun kleinkinderen niet zien, kleinkinderen die weet ik veel hun grootouders niet zien. Ik denk dat het een beetje voor de duidelijkheid is. Het is ongeveer 20 jaar geleden of 25 jaar geleden. Toen heb ik 5 jaar in een psychiatrische centrum gezeten omdat ik in de war was. Ik had een psychose. En dat was juist voor de buitenwereld heel heftig. Ja. En Christa en Danny waren al 7 jaar niet meer bij elkaar. Dus ja, nou ja, ja. Dat is misschien toch een beetje duidelijk. Ja, dus de kinderen zijn naar de vader gegaan die gescheiden was van jouw dochter. Dat zeg je. Nee. De kinderen die waren bij Christa. Ja. Oh, en na het overlijden is de biologische vader. Ja, dat vond ik heel mooi. Ja. 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 Oké. Okay. Dus hier is de vader. En dat ben jij. Ja, dus wat. Dit gaat over vergeven, hè? Dit gaat nergens anders over. Ja? Ik wil iets, ik krijg het niet. Wat wil je liever? Vrede of oorlog? In je hart? Vrede. Ook als je de kinderen niet ziet? Ja. Ja, dus als je dat helder hebt, hè? Ik wil vrede, ook als ik de kinderen niet zie. Ik wil vrede, ook als mensen niet aardig tegen me doen. Ik wil vrede, ook als ze zeggen, ik wil je niet zien. Ik wil vrede, ook als ze zeggen, je bent een halve gare gek. Ik wil vrede, ook als whatever. Vul mezelf in. Ja, wat vraagt dat dan? Hoe is het hier? Nou, ik wil die man niet zien. Ik wil die man niet zien. Ja, het is heel warrig in me. Ja, dus ik kijk naar de grond, merk dus, ik. Dus hier is iemand die iets wil. Ik kan het niet goed. En ik wil die man niet zien. Resoneert dat bij je? Nee, want dat heb ik niet. Mm-hmm. En hier zien we het als onderstroom. Ja, ik zie het ook, ja. Ja. Dus als je haar een tip mag geven, is het dan wel of niet aan naar hem kijken? Kijk maar wel. Oké. Okay. Heb je het gehoord? Oké, okay, kijk maar wel. Ja? Dus als we in het dagelijks leven iemand aankijken, betekent het nog niet dat we met ons hart kijken. Maar wat als je met je hart zou kijken? Kijk jij met je hart naar Danny? Ja, want ik heb het altijd toch wel een hele bijzondere jongen gevonden. Maar Christa en Danny waren. Ja, daar weet ik niks van. Maar kijk jij nu met je hart naar Danny? Ja. In deze situatie? Ja. Helemaal? Zonder iets terug te houden? Ja. Oké. Okay. Het is een soort strijd in me. Er is een soort van strijd in me. En ik merk dat het. Ja, ik heb al gehoord, ze zei. Kijk hem aan. Ik vind het gewoon lastig. Ik heb wel strijd geafstrijd. Ik heb strijd in me gevoeld. Ik was boos. En toen heb ik hem toch een keer opgebeld. En toen was hij ook heel boos. En dan krijg je oorlog.
En toen heb ik gedacht, ik ga die strijd niet aan. Ja, mentaal. Want, ja, want daar dien je de kinderen niet mee. Dat klopt. Maar ik dien de kinderen ook niet door te zeggen, mentaal te zeggen, ik ga het niet aan. En in mijn hart ontevreden te zijn. Daarmee dien ik het ook niet. Hoe heet het oudste kind? Stijn. Stijn. Oké. Okay. Kom maar hier staan. En jij bent nu Stijn. Okay. Hoeveel kinderen zijn er nog? Een Twan, nog één. Een Twan. Een jongen. Ook een jongen, ja. Ook een jongen. Wil jij komen? Ja? Twan. Stijn is de oudste. Stijn is de oudste. Oké, okay, kom maar hiernaast staan. Hier. Jij bent de jongste, Twan. Dat is je broer. Ja, je bent Stijn. Daar staat je oma. Hoe kijkt oma? Ze kijkt nou wel leuk, ja. Heb je net gezien hoe ze net keek? Wat vond je daarvan toen ze zo keek? Wat vond ik daarvan? Ja, wat vond je daarvan? Een beetje jammer. Mm-hmm. Een beetje jammer. Hoe had je liever gehad dat zij had gekeken toen ze daar stond? Ja, weet je, ik ben toch ook iemand die een beetje naïef is. Stijn. Hm? Je bent Stijn. Hè? Oh, ik ben Stijn. Oh, wacht even. Sorry. Ja, ik ben Stijn. Onthoud het. Ja? Wat vind je van hoe oma naar je kijkt, Stijn? Het is een leuke oma, ja. Nee. Hou jij van? Ja. Ja. Heb je gezien, Stijn, toen oma daar stond, hoe ze toen keek? Ja. Weet je waarom ze zo keek? Weet jij het? Ik weet het niet. Stijn, hè? Ja. Jij bent Stijn. Vond je het fijn dat ze zo keek toen ze daar stond? Nee. Wat zou, als je haar een tip mag geven hoe ze naar jouw vader moet kijken, wat voor een tip zou je haar dan geven, Stijn? Stijn, ja. Wat voor een tip zou jij je oma geven hoe ze naar je vader moet kijken? Ik denk zonder oordeel. Zeg het maar, oma. Ja, oma. Of je zonder oordeel wil kijken. Ik denk als kind voel je toch wel je voelt toch wel wat er speelt. Ja, al weet je niet wat het is. Maar... Ja, ja. Dus zeg het maar, oma, ik wil dat je zonder oordeel naar papa kijkt. Oma, ik wil dat je zonder oordeel naar papa kijkt. Wat vind je ervan? Dat is een mooie. Wat vindt oma daarvan? Ik vind wel wijze kinderen. En wat vindt oma daarvan, zonder oordeel naar papa kijken? Ja, ik ben ook een beetje bang. Ik ben een beetje bang. Ik kijk hier wel zo in schuin op. Oké, kom nog maar een keer hier staan. De cursus zegt ook, als je naar het verleden kijkt, kijk dan alleen naar al het goede. Kijk dan alleen naar de liefde. Kijk dan alleen naar de vreugde die het bracht, als je naar het verleden kijkt. Dat gaan we nu doen. Wil jij hier komen staan als al het goede uit moeders lijn? Dus hier komt de moeder van oma. Al het goede, klopt dat? Al het goede. Oké. Okay. Hier komt de overgrootmoeder van oma. Kom maar. Al het goede, klopt dat? Al het goede. Je hoeft niet vast te houden. Kom maar. Hier, kom maar. Ja. Wil je komen? Ja. Hier komt het goede van de
overgrootmoeder van oma. Klopt dat? Klopt. En kom maar. Al het goede. En stel je maar voor dat we dit ook voor jou doen. Kom maar. Al het goede. Kom maar. Ja, kom maar. Tot de oervrouw en de oermoeder aan toe. Hier staat ze. Al het goede. Klopt dat? Al het goede. Weet jij hoe je dat doet met kinderen en relaties? Oervrouw, oermoeder? Ja, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. En als jij het weet, ben je dan bereid om het door te geven aan jouw dochter? Ook dat gaat vanzelf. Ja, zeg maar. Alles wat ik weet over hoe je dat doet met kinderen en relaties, geef ik in liefde en vol vertrouwen aan je door. Alles wat ik weet over kinderen en relaties, geef ik in liefde en vertrouwen aan je door. Wat vind je daarvan? Het voelt heel goed. En ben jij bereid om het door te geven? Jazeker. Zeg het maar. Alles wat ik weet over hoe je dat doet met kinderen en relaties? Alles wat ik weet hoe je dat doet met kinderen en relaties. Kennis die komt vanaf de oervrouw, de oermoeder? Net als dat het komt van de oervrouw of de oermoeder. Geef ik in liefde vol vertrouwen aan je door. Geef ik aan liefde vol vertrouwen aan je door. Wat vind je ervan? Geweldig. Aha. En als jij het krijgt, ben je dan bereid om het aan haar door te geven? Jazeker. Nou, zeg maar. Alles wat ik weet. Alles wat ik weet. Over hoe je dat doet met kinderen en relaties. Over hoe je dat doet met kinderen en relaties. Kennis die komt vanaf de oervrouw en de oermoeder. Komt van de oervrouw en de oermoeder. Geef ik in liefde en vol vertrouwen aan je door. Liefde en vol vertrouwen aan je door. Ja, en als je het kunt voelen, alleen als je het kunt voelen, zeg je ook nog: en mijn zegen heb je. En mijn zegen heb je. Wat vind je ervan? Heel dankbaar. Heel dankbaar. Wat vinden de kinderen daarvan? Wat vind jij ervan? Ja, mooi. Het emotioneren mij. Ja, natuurlijk. Emotioneert het. Ja, natuurlijk. Ben jij bereid om het door te geven? Heel graag. Heel graag. Alles wat ik weet over hoe je dat doet met kinderen en relaties? Al het goede wat ik weet van kinderen en relaties. Over hoe je dat doet? Over hoe ik dat doe. En hoe je dat doet met het leven zelf? En hoe ik dat doe met het leven. Niet hoe je dat doet met het leven zelf. Geef ik in liefde en vol vertrouwen door. Geef ik in liefde en vertrouwen door. Wat vind je ervan? Ja, heerlijk. Gerustgesteld. Ja. Ja. Ben jij bereid om het door te geven? Ja, absoluut. Ja? Wacht even. Kom maar. Jullie ruilen van plek nu. Dus jij gaat op de plek van het oudste kind staan en jij gaat op je eigen plek staan. Oma staat hier, ja? Van dat kind. Maar kijk maar eens achterom. Al het goede uit moederslijn. Zie je het? Al het goede uit moederslijn, al het goede. Wat vind je ervan? Mooi. Hoort zij erbij? Ja? Ja? Absoluut hoor ik je. Wat vind je ervan? Ja, mooi. Mooi. Hoor jij erbij? Ja. Zeg maar, ik hoor bij jullie. Ik hoor bij jullie. Op mijn eigen plek. Op mijn eigen plek. In alle vrijheid. In alle vrijheid. Doen vrouwen wel eens gek? Regelmatig. Vast wel. Doen ze wel eens gek? Ja, met plezier. Doen ze wel eens gek? Doen ze wel eens gek? Maken ook vergissingen. We maken ook vergissingen. En als ze gek doen, kan de lijn dat dan dragen? Absoluut. Kan de lijn het dragen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hoor je dat? Ja. Ben je er klaar voor? Zeg maar, ik ben je moeder. Ik ben je moeder. En jij bent mijn dochter. En jij bent mijn dochter. En alles wat ik weet. En alles wat ik weet. Bewust en onbewust. Bewust en onbewust. Over hoe je dat doet met kinderen en relaties. Over hoe je het doet met kinderen en relaties. En kleinkinderen. En kleinkinderen. En schoonzonen. En schoonzonen. En het leven zelf. En het leven zelf. Geef ik in liefde en vol vertrouwen aan je door. Geef ik in liefde vol vertrouwen aan jou door. En als je het kunt voelen, zeg je: mijn zegen heb je. Als je het kan voelen. Nee, als jij het kunt voelen. Oh. Mijn zegen heb je. Dan leg je de handen op de schouders. En de vraag is, wil je dit ontvangen? Jawel. Ik vind het emotioneel. Ja, schat, dat is het ook. En dan zeggen jullie allemaal... maal 100. Zeg het maar. Maal 100. Maal 1000. Maal 1000. Maal 1 miljoen. Maal 1 miljoen. Ben je bereid om het 1 miljoen keer te ontvangen? Ja, dankjewel.
Ja. Licht voor het oprapen, hè? Kunt er bijna niet langs. Kijk maar eens achterom nog. Zeg maar, ik hoor bij jullie. Ik hoor bij jullie. Op mijn eigen plek. Op mijn eigen plek. Kijk eens aan. In alle vrijheid. In alle vrijheid. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe is het? Hoe is het hier? Nu begint het een beetje mij ook te ontroeren. Ik voel wel een vibratie zo in dit gebied. En eerst was er een flinke knoop in de maag. Wilde ik er niks van weten. Doe je ogen eens dicht. En dan kijk je met dichte ogen. Is dat rustiger of onrustiger? Zo rustig. Ja, met dichte. Als je het moeilijk vindt met iemand, doe je ogen dicht en kijk met dichte ogen. Dat is rustiger. Waarom is het rustiger? Weet ik niet. Ja, ik ga het je uitleggen. Omdat je ogen thuis blijven. Okay. Wat ogen doen is... Tsk, ja, die grijpen. En als ik mijn ogen dicht heb, ja, waar moeten ze heen? Ze blijven thuis. Dus als je je ogen toch open doet, haal je blik van naar achter. Blijf thuis. Ja, ik snap het. Blijf met je stem thuis, blijf met je ogen thuis, blijf met je keel thuis, blijf met alles thuis. Mm-hmm. Of niet natuurlijk, maar mijn suggestie is blijf thuis. Ja? Oké? Okay. Dus blijf thuis. En dan kijk je naar de overkant. Doe je ogen maar open nu. En je houdt je blik bij jou. Trek je blik naar achter. En je kijkt. Ja? En dan zeg je tegen hem, het spijt me. Hoor je? Zie je hoe hier schuld gezocht wordt? Zie je het? Ja. Ja. Vind je het fijn zoals het gaat? Momenteel niet, maar ik zou niet weten waar ik schuld aan heb. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg maar waarom moet ik dan zeggen dat het me spijt? Omdat het je spijt dat het zo gaat. Oh, zo, ja. Ja, ja, dat ik bedoel, het spijt me dat de Notre Dame is afgebrand. Het spijt me dat het vandaag zo heet is. Nee, ja, oké. Okay. Ja. Spijt me. Ja, dat is... Ja? Ja, dat is interessant, hè? Ja. Het spijt me dat het zo gaat tussen ons. Het spijt me dat het zo gaat tussen ons. Dat ik zo opgewonden ben. Dat ik zo opgewonden ben. Ja, in mijn denken. In mijn denken. Mm. Dat ik iets van je wil... Dat ik iets van je wil. Ja, dat spijt me ook. Want ik ben me aan het graaien en ik krijg het niet. Ja, ja. Ja, nou, daar word ik ongemakkelijk van. Ik ben er wel mee gestopt. Behalve in je hoofd. Ik bedoel, dat was de eerste vraag. Ik wil mijn kleinkinderen zien en ik krijg het niet. Ja. Ik ben er niet mee gestopt. Ja. Ja, goed. Ja. Ja, dat is interessant. Is dat verkeerd? Vind je het fijn? Is het verkeerd om mijn kleinkinderen te zien? Nee, helemaal niet. Het is heerlijk om je kleinkinderen te zien als je ze ziet. Maar is het verkeerd om ze niet te zien? Ja, vind ik wel een beetje, ja. Ja, dat begrijp ik. En dat krijgt hij op zijn bord. Ja? Ja. 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 Ik spreek hem helemaal niet. Behalve in je hoofd, elke dag. Nou, dat valt wel mee, hoor. Nou ja, goed, als je hem spreekt. Ja? Ik spreek hem niet, ik spreek hem wel. Ik spreek hem in mijn hoofd. En ik verwijt hem van alles. Dus de vraag is, kan ik ja zeggen tegen... Zijn we mee begonnen, hè? Dat het is zoals het is. Ja. Wat als ik daar ja tegen zeg? Dit is het. En ik mag zeggen wat ik wil. Dan zeg ik, hoe heet hij? Danny. Ja, en nou heel vriendelijk, hoe heet hij? Danny. En nou nog veel vriendelijker, hoe heet hij? Danny? Ja. Zeg je... Hoor je het verschil? Zeg je Danny? Danny. En nou vriendelijker, Danny? Danny. Lastig, hè? Is interessant, hè? Danny. Heel vriendelijk, Danny. Danny? Ja, ik zou graag mijn kleinkinderen willen zien.
Ik zou graag mijn kleinkinderen willen zien. En voel je vrij. En voel je vrij. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Zeg je liever vandaag dan morgen? Liever vandaag dan morgen. En voel je vrij. En voel je vrij. Ja, ik denk al gelijk van, dan gaat niemand, hij is jarig. Maar verder denk je nooit, hè? Nee. Hoe is het hier? Nou, wel goed. Hoe is het hier? Ja, ook wel goed. Helemaal het vrij laten. Ja? Ik denk dat dat aan de andere kant, aan de kant van Danny ook ruimte kan geven, ja, om misschien uit zijn rol te stappen. En, ja. 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 Dat is een filosoof, deze zoon, hoor je? Het voelt goed. Hoe is het hier nu? Hou je van je kinderen? Zeker, heel veel. Ja. Even kijken. Wil jij komen? Kom maar hier staan. Nee, aan die kant. Weet je wie dit is? Mijn vrouw. Ja, de moeder. Christa. Hou je van je kinderen? Heel veel. Hou jij van de kinderen? Zeker. Heel veel. Zou jij deze kinderen gehad hebben zonder hem? Nee. Ben je hem dankbaar voor die kinderen? Zeker. Zeg maar, ben je eeuwig dankbaar? Ben je eeuwig dankbaar voor zulke mooie kinderen? Vind je dat hij nu goed voor ze zorgt? Ja. Zeg maar, dank je wel dat je zo goed voor ze zorgt. Dank je wel dat je zo goed voor de kinderen zorgt. Hoe is het daar? Mooi. Ik denk dat het ook echt zo is. Ja. Zeg maar, mama. Mama, ik ben Danny eeuwig dankbaar. Oh ja. Mama, ik ben Danny eeuwig dankbaar. Voor zulke mooie kinderen. Voor zulke mooie kinderen. Wat vind je daarvan? Ja, dat is waar. Wat zou je willen, hoe je moeder dat deed met hem? Ik zou het heel fijn vinden als je hem de ruimte kan laten. Wat vind je ervan? Hou jij van die kinderen? Ja. Dat had je snel gevonden. Ik vind ze zo leuk. Ja. Dan kijk je hem aan. En dan zeg je... Danny? Danny? Ik ben je dankbaar. Ik ben je dankbaar. Voor zulke mooie kleinkinderen. Zulke mooie kleinkinderen. Kun je dat voelen? Ja, ja. En dan zeg je, ik zou ze graag zien. En ik zou graag zien. Ik zou ze graag zien. Ik zou ze graag zien. En? Voel. En? Voel. Voel je vrij. En dan zeg je, maal 100. Maal 100. Maal 1000. Maal 1000. Maal 10.000. Maal 10.000. Maal 100.000. Maal 100.000. Maal 1 miljoen. Een miljoen. Is dat slim of dom van haar, zoals ze het nu doet? Nee. Is het slim of dom? Nee, mooi. Mooi? Ja. Ja. Ik gun het wel. Hoe is het nu hier? Ja, het voelt wel goed. Ik vond het ook heel lastig, hoor. Ja, schat. Stel je voor dat het makkelijk zou zijn. Zeker toen Christa daar stond. Dan hadden we het al lang gedaan. Als het makkelijk was, hadden we het al lang gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Toch? Zo'n sukkels zijn we toch niet dat we het alsmaar... Ja. Okay. Maar als je het één keer doet, dan wordt het alleen maar makkelijker. Klopt dat ook? Als je het één keer doet? Ja, wat we nu doen. Ja. Dan wordt het alleen maar makkelijker. Ja, dit blijft wel zo. Ja. Ja. Goed. Dan kijk je naar hem, sla je ogen neer, doe je kin aan je borst en buig je. Ja,
En als je uitgebogen bent, dan stel je me voor dat je al een uur zo staat. 2 uur, 3 uur, 10 uur. Langzaam, 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 langzaam omhoog. Langzaam. Kom dadelijk langzaam omhoog. Heel langzaam. Ja. Kom maar langzaam. Ja. Als je dit ziet, kun je meedoen, hè? Ben ik bereid om voor elke situatie te buigen? Waar gaat dat over? Dat gaat over ja zeggen tegen dat wat er nu is. Dat gaat over het nemen tot op het moment van nu. Dan zeggen we niet dat het is rechtvaardig of het is eerlijk of zo. De wereld is niet eerlijk. Maar wat wel eerlijk is, is als ik mezelf vrede gun, dat is eerlijk. Hoe het ook daarbuiten is. Hoe is het nu? Ja. Voel je vrij en ik wacht rustig af? Of zoiets. Ja, en ik vraag af en toe. En dan zeg ik, en voel je vrij? Of ik mail af en toe. Niet dat ik app, ik mail af en toe. Ik zou het fijn vinden om de kinderen te zien. En voel je vrij? Ja. Als het je past, graag. En voel je vrij? Hoe is dat? En voel je vrij? Ja, dat geeft in ieder geval mij alle ruimte om ja of nee te kunnen zeggen. Ja? Hoe is dat om dat te horen? Kan het zijn dat je weer nee zegt? Die kans wordt steeds kleiner. Kan het zijn dat je ja zegt? Die wordt dus steeds groter. En als je dadelijk gaat zitten, ga dit nou niet fileren met een fileermesje, hè? Het enige wat je hoeft te doen is te zeggen, ik zou graag de kinderen willen zien. En voel je vrij. En dank je voor alles wat je voor die kinderen doet. Dat zou je huiswerk kunnen noemen. Hoe is het hier? Hou je van oma? Ja. Zou je dat willen zien? Als papa dat ook wil. Als papa dat ook wil. Hou jij van oma? Ja, zeker. Zou je dat willen zien? Ja, zeker. Ja. Ja, is echt van. Ja, 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 ja. Oké, jullie mogen eruit stappen. Jullie mogen eruit stappen. Stap eruit. Dank je wel. Kom nog even zitten. Ja? Dus wat kun je voor jezelf doen? Hoe kan ik vrede vinden in mezelf? Ik zeg, dit zou ik graag willen en voel je vrij. En waarom zeg ik en voel je vrij? Voor de ander kan dat heel prettig zijn om dat te horen. Maar het is vooral voor mij heel fijn om te snappen dat het een vraag is en niet een commando. Ja. Er zijn zoveel van die moeders die zeggen, wil je je sokken opruimen? En ze bedoelen, doe het! Ja? Dus wil je op mijn verjaardag komen en voel je vrij? Oh, weet je, misschien komt iemand niet. En dan denk ik, oh, fijn. Ik heb mezelf ruimte gegeven. Ik wil niet een dictator zijn. Want daar gaat het om, hè? Als ik wil dat het naar mijn wensen gaat. Het leven gaat niet naar je wensen. Nee. Ja, soms één keertje als je denkt, dat wil ik voor mijn verjaardag en je krijgt het. Nou, dan heb je stinkmazzel gehad, ja? Grapje. Ja. Maar het gaat niet zoals jij het droomt of wil. Het gaat gewoon anders. En wat kan ik doen? Hoe kan ik in vrede zijn met wat er is? Nou ja, door ja te zeggen tegen dat wat er is. En als ik het moeilijk vind, dan zeg ik, oké, ik ben bereid om dit te vergeven. En ik weet nu nog niet hoe. Dat kan ook. Maar wat hoef ik van hem niet te horen, denk ik. Wat hoef je niet te horen? Wat je net zei. De vraag is, wat moet je van jezelf horen? Ben je bereid jezelf te vergeven dat je in die situatie terecht bent gekomen? Ja. Ja, mijn dochter is overleden. Ja, ik ben dat niet schuld. Maar ben ik me bereid om mezelf te vergeven dat ik in die situatie terecht ben gekomen? Ik heb er part nog deel aan en tada, ik sta er middenin. Ja. Ja, ik heb er part nog deel aan en daar gebeurt het. Ja. Kan ik mezelf vergeven dat het mij overkomt? Ja, waarom? Vanochtend hoorde ik, iemand was zwanger en de baby overleed 3 weken voordat hij geboren werd. Ja. En dan kun je zeggen,
waarom ik? Nou ja, je kunt ook zeggen, waarom ik niet? Ja. Waarom een ander? Waarom ik niet? Ja? En daar voel je het verschil tussen de nee-stand en de ja-stand. Ja, waarom ik niet? Iedereen, waarom ik niet? Of heel veel mensen, waarom ik niet? Natuurlijk, ik ook. Heb je wel het gevoel van ik hoor erbij, ik wil er ook bij horen. Ja, ik hoor erbij. Mij overkomt het ook. Ik ben niet exclusief, ik ben niet apart. Ik hoor er gewoon bij, mij overkomt het ook. Waar kan ik vrede vinden? Ik wil graag de kinderen zien. Ik zou het heel fijn vinden. Is dat oké? En voel je vrij om ja of nee te zeggen? Wat als ik met die verdedigingsloze houding iemand ontmoet? Dan ontmoet je vrienden in plaats van vijanden. En het kan zijn dat niet iedereen zich daarvan bewust is, maar jij bent je er dan van bewust. Ja? Ik realiseer me ook heel sterk dat het tijd nodig heeft. Ook voor hem. Ook voor mij trouwens. We weten niet of het voor hem tijd nodig heeft. Kennelijk had het voor jou tijd nodig tot nu, voordat je je eisenpakket, voordat je dictatorschap wou laten vallen. Laat ik stoppen met een dictator zijn. Laat ik stoppen met dicteren hoe anderen het moeten doen. Laat ik stoppen met eisen. Tenzij je denkt, daar zit mijn ziel en mijn zaligheid in. Ga door en je zult zien dat het niet werkt. Nee, het werkt ook niet. Want het laat jou leiden. En als je wat voor de kinderen wil doen, laat het vallen. Dictatorschap. Want de kinderen willen wel, maar die willen wat hun vader wil. Ben jij wel eens bang geweest? Of ik wel eens bang ben geweest? Ja. Ja, nou, hij is ook bang. Dat is het enige. Jullie lijken op elkaar. Ja? En dan de vertaling naar de cursus. Alles wat geen liefde is, is angst. Dus als we schreeuwen, zijn we bang. Als we slaan, zijn we bang. Als we weglopen, zijn we bang. Als we onder het bed kruipen, zijn we bang. Als we schelden, zijn we bang. Als we niks zeggen, zijn we bang. Als we willen dwingen, zijn we bang. Dus als ik me dat realiseer, dat ik zie iets, zo ziet het uit. Ik denk, oh ja, die man is bang, die vrouw is bang. Ik ben bang. Ik schreeuw, ik ben bang. Ik loop weg, ik ben bang. Ik heb een grote mond, ik ben bang. Ik eis, ik ben bang. Ik ben bang dat ik tekort kom, dat ik iets niet krijg. Ik ben bang. Mijn liefde wacht gewoon. We weten niet wat er gaat gebeuren. Nee, en het zou wel eens heel verrassend kunnen zijn. Als je met een ander soort weerstandsloze attitude de relatie aangaat. Ja. En voel je vrij. Ik ben ook wel vrij. Anders zat ik hier niet. Natuurlijk ben je vrij. Anders vond ik het eng. Ik twijfelde wel even, maar jij weet wel waarom dat is. Ja. Ik zit hier toch. Ja, tot nu toe heb je het overleefd, geloof ik. Ja, uiteindelijk overleef je alles. Ja, behalve als je doodgaat. Ja, en zelfs dat overleef je. Het is altijd maar één keer. Ja. En ook nog eens nooit eerder dan we gaan. Ja? Wat zeg je? En ook nog nooit eerder dan we gaan. Nee. Het is altijd maar één keer en pas op het moment dat we gaan. Ja. Ja, maar ik denk dat ik er nog wel even ben. Het zou zomaar kunnen. Je hebt geen haast, hoor ik. Ja. Maar wat als je jezelf gunt om achter alles wat je vraagt, weerstandsloos vraagt en voel je vrij te zijn? Ja, ik denk dat ik het zo even ga opschrijven. Ja, schat. En als je het niet weet, vraag aan andere mensen, die gaan je het vertellen. Ja? Die gaan je helpen. Ja, maar het gekke is een beetje, hij, ik weet niet eens wanneer. Hij moet een CITO-toets doen, Stijn, de oudste. Ja. En ik wil eigenlijk zo graag weten wanneer en hoe en wat. En, ja. Ja. Dat mail, ik ben zo benieuwd wanneer hij de CITO moet doen. Wil je het me laten weten en voel je vrij? Ja. Soms hoor ik mensen die zeggen, ik krijg dit niet, ik krijg dat niet. Ze willen me niet zien. En dan zeg ik wel eens, heb je ze gevraagd? Nee.
alsof anderen helderziend zijn. Ja, mijn moeder doet dit niet. Heb je het gevraagd? Nee. Alsof je moeder helderziend is, weet je wel. Mijn kind doet dit niet voor me. Heb je het gevraagd? Nee. Alsof een kind helderziend is. Die moeten dat allemaal maar aanvoelen. Ja, wat dan? Ja. We hebben geen idee. Maar wat als we het gewoon vragen in vrijheid? Mag ik nog even iets zeggen? Ik denk, zeg maar, direct na het overlijden van Christa. Ja. Christa was alleen. Ja, waar blijven de jongens? Ja. En ik denk dat er nog zoveel emoties waren. Ook bij hem, bij de kinderen. Ook bij mij zeker, ja. Als er zoveel emoties zijn, dan... En er zit zoveel rouw en er zit zoveel verdriet. Ik heb geen idee hoe je... Ja. Is het lastig om elkaar te vinden als het pijn is wat voorop staat? Heb ik me ook wel gerealiseerd. Ja. En... Opeens 3 kinderen in huis. Ja. En je wil het wel. En je moet iets regelen. Mm-hmm. Ik vond het ook een hele mooie oplossing. Ja. Ik even... Ga je het opschrijven? Ik ga het opschrijven. Ik wil naar mijn stoel. Ja. Doei. Ja. Je zou kunnen kijken, zijn er situaties in mijn leven waar ik niet voor wil buigen? En vergeving... Buigen en vergeving zijn, wat mij betreft, synoniemen daarin. Buigen is niet dat je het goedkeurt. Buigen is niet dat je zegt, het kan weer gebeuren. Buigen is niet dat je teruggaat in de situatie. Buigen is dat je het neemt zoals het is gegaan tot op dit moment. Tot het moment van nu. En in dat buigen zelf, soms hoor ik mensen die zeggen, ja, dan heb ik het gevoel dat ik onderdanig ben. Als je het een keer wil proberen zonder dat je betrapt wordt, doe het dan in een ruimte waar niemand bij is. En stel je voor, er staat iets en buig. Maar buig ook werkelijk. Buig omdat je genoeg hebt van lijden. Buig omdat je daarmee wil stoppen. Dat is wat de cursus ook zegt. Als het lijden erg genoeg is, daarin kunnen we een motief vinden om te stoppen met lijden, om te vergeven. En we vergeven, in het vergeven zelf, ontdekken we dat we nooit machteloos zijn geweest. Ontdekken we dat we het nooit kwijt zijn geweest. Ontdekken we dat we het nooit verloren hebben. Dat het gewoon onder de mist heeft gehangen. Onder de mist van onze eigen oordelen, van onze eigen identificaties. Ik moet aan Marianne Williamson denken en ook aan Pierre Pradavant. En die waren zo boos op een gegeven moment, althans Pierre Pradavant. En die besloot toen, dit is onhoudbaar, ik ga iedereen zegenen. Niet hardop natuurlijk, zo van ik zegen u, maar gewoon... Van binnen. Stel je voor dat je iedereen die je tegenkomt eerst zegent. In heelheid. Langs de gevangenis. Ik zegen iedereen die erin zit. Ik zegen alle bewaarders. Ik zegen alle gevangenissen. Ik zegen alle mensen in het ziekenhuis. Ik zegen alle doktoren, alle artsen. Wat als je eerst iedereen zegent voordat je elkaar ontmoet. Ik zegen alle politieagenten. Ik zegen alle Hell Angels. Of mensen van soortgelijke strekking. Maar als je weerstand daarop voelt, dat je zegt, nou die wil ik wel zegenen, die wil ik zegenen, die wil ik zegenen en die niet, dan weet je dat daar een dingetje zit. En het is vaak oude pijn, het zijn projecties, het is oude pijn. En dan zou je kunnen afvragen, wat is het ergste dan wat er kan gebeuren als ik buig? Ja. Zijn er vragen of opmerkingen nog? Daar is een hand. Het is best wel spannend zo met de microfoon.
als ik dan denk over dat ik het verleden los moet laten of dingen die in mijn jeugd gebeurd zijn, dan merk ik dat ik het aan de ene kant wel wil en aan de andere kant zit er een soort weerstand of heb ik het gevoel dat er niks overblijft van mij of zo. Lees jij een cursus in wonderen? Een beetje, maar okay. Nog niet helemaal. Je weet toch wat de cursus belooft, hè? Die belooft ook dat er niks van je overblijft. Ja, maar dat is wel eng. Ja, als je denkt dat je iets moet zijn, is het heel eng. Ja. Ja. Maar kun je zeker weten dat er niks van je overblijft als je buigt? Nee. Nee. Dus hoe leef je als je denkt als ik buig blijft of als ik vergeef blijft er niks van me over? Hoe leef je dan? Ja, als een slachtoffer van mijn verhaal. Jazeker, ja. En bevalt dat? Niet zo. Nee, want anders zouden we in bliss raken, hè, als we het vertelden, toch? Ja. Als het echt zou bevallen, ja. Dus stel je voor dat je dat niet kunt geloven. Dat als ik buig of als ik vergeef, dan blijft er niks van me over. Hoe zou je je dan voelen? Als je dat gewoon niet kunt geloven. En doe mee, hè, als dit interessant voor je is. Het wordt heel leeg. Ja, het wordt heel leeg. Ja, het wordt heel leeg. En wacht maar even, het is leeg. En hoe is het daar in die leegte? Ja, zo is het daar. Ja? Heb je het gevoeld? Ja, oké. Ik weet niet zo goed de woorden ervoor of zo. Het ja, is, maar het was dit. Oh, dit ja. Was het. Ja, het wordt heel leeg. Oké, stel je maar voor dat je al een uur erin bent. 2 uur, 3 uur, 10 uur, een dag, een jaar. Hoe is het dan? Is er een probleem? Nee. Is er slachtofferschap? Nee. Is het prettiger of onprettiger dan slachtofferschap? Prettiger. Ja. Het is heel rustig. Ja, precies. Het is gewoon een hele rustige ruimte. Als ik je vraag, in die ruimte, wie of wat ben je, wat zeg je dan? Ja. Ik heb geen idee. Precies. Nou, dat zegt de cursus ook in de eerste lessen. Je hebt geen idee. Ja? Ja? Je hebt geen idee. Maar dat is wel raar. Nee. Dat is heel raar, ja. Ja. Je hebt geen idee. En er komt iemand die zegt, je bent een vrouw. Wat zeg je dan? Oké. Ja, prima. En dan zegt iemand, nou, je bent een leuke vrouw. Wat zeg je dan? Dat is fijn om te horen. Ja, en dan zegt iemand, nou, je bent wel een beetje gek wijf. Wat zeg je dan? Maakt het je wat uit? Je zit er niet Nee, het maakt je niet uit. Je denkt, nou, iemand zit in een bad trip of zo. Of weet ik veel. Ja, in een leuk verhaal of in een lelijk verhaal. Dat maakt je niet uit. En je zit in die lege ruimte en dan komt er een gedachte op. Maar je zit in die lege ruimte en die gedachte zegt, wat ben ik toch een rare vrouw. Maakt het je wat uit? Nee, zolang ik het niet geloof. Juist, juist. Maar hoe, dit blijft niet. Nou, of hier is kan het. Hier is het. Je weet waar het is, je bent er. En dan komt er een gedachte die je gelooft. Wat gebeurt er dan? Ik ben slachtoffer. Wat gebeurt er? Dan voelt het verkrampt. Ja. Dus zodra het verhaal komt dat ik geloof, bam, wordt het vast. Jij bent een slachtoffer, is dat waar? Laten we er eens naar kijken. Jij weet wat er gebeurd is, hè? Wij weten dat niet. Je bent een slachtoffer, is dat waar? Elk antwoord is goed. Je kunt het niet fout doen. Er gaat de discussie aan. Ja, is goed. Ja. In je hoofd, ja. Oké, goed. Wat zegt je hoofd? Elk antwoord is goed. Wat zegt je hoofd? Oké.
Dan sluit je je ogen voor een moment. Dan laat je je aandacht van je denken zakken naar de hartstreek. Naar de hartstreek. Hoe oud was je toen het gebeurde? 7. Oké, je bent 7 jaar. En dan laat je het antwoord in de hartstreek opkomen. Meisje van 7. En ik wil het antwoord van de hartstreek horen. Jij bent een slachtoffer. Van wat er gebeurt, is dat waar? Je bent een slachtoffer. In alle eerlijkheid, je bent een slachtoffer, is dat waar? Je bent beschadigd of wat hoort daarbij? Nee. Heb je gehoord wat je zei? Als je dat nee een kleur geeft, welke kleur heeft het dan? Lichtblauw. En als je het een vorm geeft, welke vorm heeft het dan? Dat nee, hè? Oh, wacht even. Ja. Lichtblauw. Ja, je bent een slachtoffer. Nee, zei je. Als je dat nee een kleur geeft, zei je lichtblauw. En welke vorm heeft het? Sluit je ogen maar en kijk ernaar. Welke vorm heeft dat antwoord? Rond. Oké, rond plat of rond bol? Het is een bol, denk ik. Zoals een bal. Ja, en zacht is het. Oké, heel goed. Maar... Oké, hoe groot is het doorsnee? Oké, maak het maar in gedachten groter. Oké. Maak het maar groter. Lukt dat? Hoe groot is het nu? Als de kamer. Hier? Of bij jou? Hier? Nee, vroeger thuis. Oké, hoe groot is de kamer? Zeg maar 3 meter. En... Oké, ga maar midden in de bol staan. Loop er maar in, ga er maar in staan. In die zachte blauwe bol. Hoe voelt het daar? Fijn. Juist. Dus kijk maar aan. Dus als je in de integriteit van dat antwoord gaat staan, midden... In dat antwoord, dan ben je thuis. Dan ben je veilig daar. In die bol. Ja. Ja. Maar dit was dus al door zo. Ja. Alleen als je het vergeten. Ja. Want als ik denk ik ben slachtoffer, dan stap ik uit de bol. Dan stap ik in mijn verhaal. En dan wordt het een heel vierkant, massief verhaal. En dan komen de mensen en dan vertel je het tegen en dan zegt ze dat klopt. Je bent een slachtoffer. Ik weet niet of het ooit nog goed komt met jou. Waarschijnlijk is het voor eeuwig... Ja. Voor eeuwig het slachtoffer. Is dat de waarheid over jou? Nee. Nee. Wat is het tegengestelde van slachtoffer? Het tegengestelde van slachtoffer. Hè? Heel? Nou, kan ja? ik, zei je heel? Nee, ik kon er even niet opkomen. Ik dacht iets van overwinnaar of zo, maar... Dat... Nee. Stel heel. Je voor, er is een slachtoffer, die staat op en die... Hoe zou je die noemen? Een slachtoffer, tegengestelde. Genezen, ja, heel. Ja, heel. Dus ik ben een slachtoffer. Dat is niet waar, dus ik ben... Ik ben heel. Ja, wat dacht je daarvan? Ik ben heel, ja, en soms zit je met de vinger tussen de deur... Want dat was er toch gebeurd, hè, zoiets. Hè? Ja. Er zit het vinger tussen de deur. Ja? Ja. Of, nou ja. Ja, er gebeuren gewoon dingen. En het gebeurt. En kan het ons beschadigen, in essentie? Nee. Laat ik het in de gaten hebben. Er zijn dingen gebeurd. Het was pijnlijk. Het was vervelend. Het is gebeurd. En het is ook, en dat is interessant, voorbij. Het is voorbij. Ja. Al lang, hè? Toch? Al heel wat jaren, behalve of niet? Behalve hier. Ja, hier zit het nog. Hier draait het volop. Dus hier, hoe vaak heb ik dat verhaal hier afgedraaid en hoe vaak is het gebeurd? Heb ik het hier vaker afgedraaid? Ja. Ja. Ik ben het slachtoffer van mijn eigen... Denken. Juist, want ik herhaal het verhaal.
En degene die het gedaan heeft, die is ook slachtoffer van mijn. Ja. Ja. Ben ik daarom schuldig? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om, ik heb me vergist en opeens word ik helder. En kan het zijn dat je het weer vergeet? Ja. Ja, reken er maar op dat je het weer vergeet. Oké, zeg maar, ik ben bereid... Ik ben bereid... om me weer slachtoffer te voelen. Om me weer slachtoffer te voelen. En wat doe je dan als je denkt, ik ben slachtoffer? Wat doe je dan? Dan vraag je jezelf, is het? Is het waar? En dan pak je die blauwe bol en die gooi je neer en dan stap je in. En wat is je antwoord dan? Nee. Oké, ik zie je naar uit... Ik zie je naar uit om me weer slachtoffer te voelen. Want wat doe je dan? Kijken of het waar is. Juist. En wat is je antwoord dan? Nee. Precies. Er komt een moment dat je denkt... ik hoop dat de gedachte weer een keer opkomt... zodat ik kan voelen waar ik sta. Wat is het wat ik geleerd heb in de tijd? Doe ik dat oude verhaal nog steeds? Of ben ik er wel klaar mee? Dit soort verhalen zijn echt verhalen om gewoon echt klaar mee te zijn. Ja? Ja. Het hoeft niet, het mag wel. Oké? Okay? Ja. Fijn om je te ontmoeten. Oké, dankjewel. Wil je de... Is het oké zo? Ja, ja, zeker. Goed. Zijn er nog andere vragen? Opmerkingen? Dingen die gezegd willen worden? Ja, daar. Ik ben een beetje in verwarring, want je hebt het net over het verhaal in het hoofd. Ja. Maar mijn lijf heeft het opgeslagen. En wat heeft je lijf opgeslagen? De schrik en het slachtofferschap of wat er gebeurd is, zeg maar. Slaap je wel eens? Ja. Slaap je wel eens zonder dat je droomt? Geen idee. Droom je altijd? Weet ik niet. Oké, okay, maar slaap je wel eens dat je 's ochtends wakker wordt... dat je denkt, ik weet niet of ik gedroomd heb. Oké, okay. Heb je 's nachts dan last van je lijf gehad? Proef ik of ik het 's ochtends voel in mijn lijf? Nee. Als je 's nachts slaapt en je droomt niet... heb je dan last van je lijf? Ik was er even niet. Kan je het herhalen? Ja. Als je 's nachts slaapt... Ja. En je droomt niet. Heb je dan 's nachts last van je lijf? Nee. Oké. Okay. Dus wat ik hoor is, je hebt geen last van je lijf als je geen gedachten hebt. Ja, het gaat niet over de gedachten, maar over de trigger, zeg maar. Over de dag. En wat is de trigger? Situaties die erop lijken. Oké. Okay. Situaties die erop lijken, is dat een... een invulling of is dat een feit? Ja, mijn lijf die reageert, dus het is... Ja, ja, dat begrijp ik. Zie je dan niets? Of hoor je iets? Ik heb of... nu even niet iets in mijn hoofd, maar... ja, dan is er een situatie. Oké, okay. Stel je voor dat je geen hoofd had en je kwam in dezelfde situatie. Zou je lijf reageren? Ik denk het wel. Zonder hoofd? Ja, het is bijna onvoorstelbaar, hè? Ja. Oké. Okay. Waar gaat het over? Wil je er wat over zeggen? Wat is het punt? Het gaat erom dat ik dus in verwarring ben. Want ik... ik denk niet dat het per se over de inhoud gaat, maar... Ik geloof dat mijn lijf trauma heeft opgeslagen. Dus dat mijn lijf wijzer is dan mijn hoofd eigenlijk. In die zin. Draait om. Mijn lijf is wijzer dan mijn hoofd. Mijn hoofd is. Wat bedoel je? Nou ja, wat is de omdraaiing? Mijn lijf is wijzer dan mijn hoofd. Als je dat omdraait dan. Mijn hoofd is. Ja, waarom wil je dat horen? Nou ja, waarom wil je het niet zeggen? Omdat je me heel erg in een hoek duwt. En dan ben ik benieuwd naar waarom dat Je hoeft het niet te zeggen. Dat is natuurlijk... Mijn hoofd is wijzer dan mijn lijf. Ja. Ja. Ja.
Dus stel dat je niet zou denken. Hè? Je slaapt, mm-hmm. je denkt niet, je voelt niks. En dan kom je in een situatie. En dan zeg je, mijn lijf reageert. Ja. Maar want is het dezelfde situatie als toen? Precies hetzelfde? Nee. Oké, dat zijn de feiten. Ja, ja precies. Ja. Dus de feiten zijn, het is niet dezelfde situatie. Maar er gebeurt iets in mijn denken die zegt, het lijkt erop. Dus het is een interpretatie. En dan ga ik terug met mijn gedachten naar daar en dan gebeurt het. Dus het is niet mijn lijf dat reageert, het is mijn denken. Nee, je bent het er niet mee eens? Ik ben er niet zo mee eens. Oké, kan ik nu wat voor je doen? Wil je iets neerzetten? Denk je dat het een goed idee is? Ik weet het niet, wat denk jij? Moet ik dat weten? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Maar dan wel het allerergste. Voor nu voelt het dat het me raakt. Dat... Ja, maar dat doet het ook al zonder dat je hier staat. Dat doet het elke dag. Het verhaal komt op. Het raakt. Nee, ik bedoel dit. Oh, dit. Ja. Ja. Maar het is oké zo. Ik blijf even hier. Ja, prima. Voel je vrij. Ja. Maar ik merk dat ik wil vragen, snap je wat ik bedoel? Ook een beetje. Of ben je er echt helemaal niet mee eens? Het gaat helemaal niet om of ik het ermee eens ben of niet. Ik hoor wat je zegt. En de vraag is, wat is een ingang tot genezing? Dat is de vraag. Hmm. En een ingang tot genezing gaat vaak via een andere weg dan we mentaal bereid zijn te volgen. Hmm. En ik snap dat we met het mentale proberen om ons leven overeind te houden. Als we pijnlijke situaties hebben meegemaakt, dan denken we, hier ga ik over denken. En mentaal hou ik dat in de greep. Hmm. Dit gaat me niet meer gebeuren. Maar dat geneest niet. Dat geneest niet. Mag ik dat zo zeggen? Nou, we schrappen dat. Dat is een manier. Maar als het werkelijk zou genezen, zouden we gewoon ons bevrijd weten op een gegeven moment. En als we ons niet bevrijd weten, dan kan het zijn dat we gewoon nog een tijdje wachten tot we denken, laten we eens wat anders proberen. Als dit niet werkt, als dit niet helpt, wat helpt er dan? En vaak helpt iets heel anders. Hè, maar daar komt het denken bij. Je zegt, ja, dat kan toch niet waar zijn. Ik ga toch niet zeggen, het spijt me als ik geen schuld heb. Ja? Vaak helpt iets heel anders dan we überhaupt voor mogelijk kunnen houden. En het is helemaal, het is zo gezegend om dat in ons eigen tempo te doen. Want waarom zou je iets doen waar je bang van wordt? Waarom zou je jezelf weer in zo'n situatie brengen waar je jezelf bang maakt? Dat is echt niet nodig. Ja, en misschien gaat het daar wel niet om, ik weet het niet. Ja, maar als ik bang zou zijn, zou ik het ook niet doen. Totdat ik dacht, ik ben bang, ik doe het niet. Totdat ik dacht, ik ben bang en ik doe het toch. En dat heeft zijn eigen tijd en tempo. En het goede nieuws is, je kunt het niet fout doen. De kosmos is ons zo welgezind. Dus die laat niks of niemand achter. Dat is gewoon, weet je, je kunt het niet fout doen. Oké? Iets wat je nog wil zeggen? Ja, genoeg. Maar ik het is... Niet nu? Nee. Oké, dank je. Goed. Hoe laat is het? Ik heb geen idee. 3:30. Oké. Iemand die nog iets wil zeggen of opmerken of vragen of delen? Marina. Wacht even, Marina. Dan buigen, hè? Ja. Zo? Ja. Oké. Ja. Ik heb een rare twijfel of ik echt vanuit mijn hart buig als ik dat doe.
jij weet wat er zeer recent heeft gespeeld. En dat wil ik. Ik wil daarvoor buigen. Maar aan de andere kant zit daarbij dat ik zo dankbaar ben dat het goed is gegaan. Snap je? Weet je, hoe het ook gaat, je kunt altijd buigen. Je kunt voor je moeder buigen, voor je vader buigen, voor de kinderen buigen. Niet voor de kinderen, ik ga voor mijn kinderen buigen, maar gewoon voordat het gaat zoals het gaat. Je kunt voor de wereld buigen, je kunt voor het weer buigen, je kunt overal voor buigen. En in feite is buigen is niets anders dan op een diep niveau, hè? Echt gewoon, het is ook niet buigen op mijn wil. Het is gewoon in het moment buigen. Ik kan buigen dan voor mezelf dat ik zo loom ben. Dat klinkt als... Ik bedoel, wat als je voor jezelf zou buigen zonder dat je het als een oen typeert? Ik zou zeggen, ik buig voor mezelf dat ik in de situatie terecht ben gekomen. Want we komen gewoon in dit soort situaties terecht. Waarom komen we erin terecht? Ik wil leren. Wat zeg je? Ik wil daar wel van leren. Kun je in de microfoon praten? Ik wil dat, het liefste wil ik leren. Leren van de situatie, maar ik heb nog niet... Het enige wat er te leren valt, het enige wat er ten diepste te leren valt, is dat je onschuldig bent en dat er niks aan de hand is. Dat er no harm is been done, dat er gewoon niks is gebeurd. Dat vrede en vrijheid je deel is. Dat is het enige wat er te leren valt. En dat hoef je niet eens te leren, want dat ben je al. Je hoeft het niet te leren. Maar wat als ik mijn oordelen terugtrek? Wat als ik mijn oordelen terugtrek van alles waar ik in terecht ben gekomen? Ja. Wat als ik... Hier gebeurt het. Hier gebeurt het. En die man speelde erin mee. En die man speelde erin. Het was in dat land. En dat gebeurde er. En dat gebeurde er. En ik trek alle oordelen daarvan weg. Wat gebeurt er dan? Ah, dat is super. Dan ben ik gewoon helemaal blij. Ik hoorde een keer iemand zeggen, mijn verkrachter. Ik zei, mijn God, heb je hem in huis genomen? Ja? Mijn verkrachter. Als je 's ochtends de deur uit gaat wandelen in het park en je wordt door een hond gebeten, denk je dat die 's ochtends de deur uit is gegaan om speciaal jou te bijten? Nee, er is niet zoiets als mijn verkrachter, mijn hond die me bijt. Sommige mensen worden door een hond gebeten. Ja, dat is wat er gebeurt. En het is niet persoonlijk. Alles wat er gebeurt is niet persoonlijk. Zelfs degene met wie je trouwt, dat is niet persoonlijk. Want als je niet met die persoon was getrouwd, was je wel met een andere getrouwd. En als je die kinderen niet had gekregen, waren het er wel anderen geweest. Denk niet dat het persoonlijk is. En als je getrouwd bent en iemand gaat dood, vaak zoeken mensen dan iemand nieuws. Het is niet persoonlijk. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Maar het is goed dat je dat realiseert. Het is niet persoonlijk. Ik trouw met degene op wiens ik de leukste projectie heb. En na verloop van tijd zie je dat dat wel eens verandert. Ja? 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 Wat als je van elke pijnlijke situatie in je leven, als je gewoon, je trekt gewoon je aandacht weg. Je neemt het helemaal naar binnen. En als afscheid stap je nog naar anderen en buig je nog een keer. En dan denk je, dat laat ik daar en dit hoort bij mij. Ja? Zijn we verbonden? Natuurlijk zijn we verbonden. Maar dat betekent niet dat ik bij zo iemand alsmaar op de thee ga. Ja? Als ik in die schoenen stond op zo'n manier, was ik ook in de war. We weten precies hoe het is om in de war te zijn. Althans, ik weet dat. Ja? Ik heb ook een leven. Ja? Ik weet hoe het is om in de war te zijn. We kennen dat allemaal. En als je het van nu niet weet, kijk maar terug. Toen je jonger was, al die gekheid die je hebt uitgehaald. Al die gekke dingen die je hebt gehad. Al die onzin die je hebt uitgekraamd. Ja? En dat is ook allemaal niet persoonlijk. Ja? Goed. Oké? Goed.
had de tijd echt helemaal niet in de gaten. Het is voorbij gevlogen. Maar jij had toch ergens een helder knopje, is het tijd. Els, ik zou heel veel kunnen zeggen. Het heeft me heel erg geraakt weer. En ook weer dat rijtje liefde dat achter ons staat. En om dat eruit te halen, alleen het goede zien en terug te denken aan dat. Dat is onze keuze, die kracht hebben wij. En dan is het zo ontroerend om te voelen hoe liefde daar staat. En hoe het ons sterkt. En ik vind jouw hele zijn hier met ons, jouw hele spreken, maar ook jouw zijn en hoe je antwoordt, echt zo'n voorbeeld van de liefde laten spreken. En er ook in blijven met wat er ook gebeurt. De mildheid en de helderheid en de keuze voor vrede. Daar, ja, ik vind dat je er echt weer gewoon zo'n voorbeeld van bent. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik voel dat en spreek volgens mij ook namens iedereen. Ja. En dit boekje heeft Els geschreven over familieopstellingen en een cursus in wonderen. Een glimp van eenheid, zoals we hier vandaag ook gevoeld hebben. Els heeft daar haar boekentafel.